lieve kijkers van het kanaal van Bas. Zoals jullie misschien op Insta hebben gezien, zijn Bas en ik aan het cruisen. Dus wij dachten, het is misschien wel leuk als wij een boottour laten zien. Ja! Ja! Oké, nu geef ik het aan Bas, want ik kan helemaal niet filmen. Dus inderdaad, zoals Wendy, a.k.a. Ja, ik ben Wendy. Ik heb er zelf niet voorgesteld, maar ik ben Wendy. A.k.a. mijn vriendin net heeft verteld. Wij gaan een boottour doen. En normaal heb je een home tour en dat soort dingen. Wij zijn op een cruiseschip en wij gaan de cruise laten zien. Dat gaan wij doen. En we zijn nu in het hart van de cruise eigenlijk. Ja, dit is een beetje het centrum, om het zo maar te zeggen. Je hebt hier een hele mooie, ja, de Dome noemen ze net. Yes. Nu zie je niet zo heel veel, maar soms zijn er ook shows te zien op dit beeldscherm, zeg maar. Dat is heel leuk. Ja, dit is wel grappig, want dit zijn allemaal Insta-foto's van mensen die nu op het dak. Kijk hier ook. Ja, met hashtag MSC Grandiosa, dat is onze boot. Ja. Kunnen we even verderop lopen waar je gaat? Ja, ja, ja. We hebben heel vaak feest. Misschien kan Bas wel een filmpje erin plakken, want hier is er natuurlijk geen feest. Hey, Grandiosa! Ja! Als jullie denken deze mensen zijn dronken, dan is dat niet waar. Maar deze kapitein schommelt een beetje. Ja, het is echt niet normaal. Maar vandaag is het een beetje erg. Dus wij hebben echt de slechtste dag uitgekozen om te filmen. Ja, deze maar dat maakt niet uit. Deze dus ik denk ook niet dat ik niet op bakken kan lopen, want ik kan gewoon op bakken lopen. Ja. Deze, kijk, wij lopen letterlijk zo door die boot. Want die boot die slingert echt af. We kunnen ook helemaal duizelig gaan. Maar we gaan gewoon door. Yes. It's a bit. Ah ja. Dit is onze big friend. Yes. Reflogging. This is our picture guy. Yeah. He made a lot of pictures for us. And it's a good photographer. Ja. Yeah. Kijk eens. Oh, al die mensen. Shit, ze zijn Nederlands, hè? Oh, echt? Nee. Oké, kijk. Wow. De Swarovski! Ja, en film dat ook, dat is ook mooi. Ja, dat is ook mooi. Niet alleen de trappen, hè? Nou Bas, rennen, hoppa, springen. Ik ben niet zo snel. Zo. Oeh, such a beautiful place. De lobby, de balie is altijd wel erg vol, moet ik zeggen. Dat heeft te maken met dat er best wel wat sommige klachten zijn over bijvoorbeeld dat je in één keer 70 euro per persoon fooi gaat. Toevallig hadden wij dat. Echt heel mooi, allemaal Swarovski steentjes. Ja jongens, my favorite place, het buffet. Hey, maar dit is echt top jongens, want kijk. Kijk jongens, jullie denken dit is een klein dingetje, maar het is wel echt... Hij doet het alleen nooit. Hij doet het alleen nooit, maar het is wel heel fijn dat het er is. Het is zeg maar, je moet even wel gewoon... Ja kijk, daar komt het. Kijk. Ja, je moet er een klap op geven. Oké, het buffet, kijk. Vers fruit. Hier heb je fruit, dat kan je gewoon pakken. Lekker, meloen. En het leukste van alles, het is allemaal gratis. Nou ja, we hebben natuurlijk voor de cruise betaald, maar dat zit bij de prijs in, dus dat is super chill. Hey, kom. Maar ook hier ook heel veel eten, maar zoals je ziet, kloos. Wordt allemaal goed schoon. Pasta en aardappelen, bonnetjes. Ja, hier ligt echt mokerveel. Maar ook heel veel dingen die we niet lusten hoor. Ja. En, wat ook heel nice is, dit doen wij altijd in de ochtend. Kijk, je ziet nu geen drol natuurlijk. Wij gaan altijd hier zitten ergens langs het raam. Kijk, je ziet het wauw, joh. Oh, wat leuk. Je ziet het water. Kijk, we gaan best wel snel. Ja. We doen wel even een fotootje invoegen van het uitzicht. Dat is heel mooi. Ja. Dat kan je allemaal, toch? Ja. Hé, wat is dit? Dat is een piano. Ja, ik dacht eerlijk gezegd. Ja, dat dacht ik dus eerlijk gezegd ook. Dit is zo rustgevend. En bedenk even dat dit allemaal op een boom is. Ja, ja, dat wilde ik dus ook net zeggen. Kijk dan. Leuk, lekker klimmen hebben wij ook gedaan. Kijk, zoals hier inderdaad. De klimparadijs kan je echt er overheen klimmen en zo. Over het water heen ongeveer bijna. Hé, kijk. Nu hebben ze dat net erin gedaan. Oh, ze hebben het wel net gedaan. Ja, netjes dit hoor. Netjes gedaan. Kijk dan, dames en heren. Leuk. Een heel waterglijbaan ding. Klimmen, dit is echt voor de kinderen, zoals wij. Ja. Hé, hier zit ook nog water in. Oh kijk, kijk zo. Oh kijk, ja. Kijk, nu kunnen jullie zien dat de kapitein echt woehoe. Ja, slingert. En nu gaan er vast reacties komen. Ja, maar de kapitein kan er toch helemaal niks aan doen. Jongens, hier kan je ook met die glijbaan vanaf. Met die dingetjes, dat is super chill. Nee, inderdaad, de kapitein kan er ook niks aan doen. Alleen, wow, lekker belicht. Nee, klopt. We laten niet op, maar we zeggen alleen even dat het aan de orde is. So, blame your captain. Always blame the captain. No! Wee! Hé, maar dit is echt top hoor. Want gewoon op een boot, hè. Jullie beseffen het niet. Wat ik ook even wil zeggen is dat het personeel heel aardig is. De kamerjongens in dit geval, die zeggen altijd hoe gaat het en zo. Ja. Superleuk. En ze ruimen echt 3 keer onze kamer op per dag. Die handdoeken pleur je neer, ze ruimen het weer op. Ook 3 keer per dag. Ja, het is echt heel chill. Voor de wat jongere kijkers is het natuurlijk helemaal geweldig ook. Dit is echt leuk voor jongen. Dat is toch ook leuk? Ja, zeker. Niet dat wij nog hebben gelegeld hoor. Want kijk, dat is het ook. Hè. We hebben er ook niet echt tijd voor om dat soort dingen te doen. Want je hebt zoveel te doen op deze boot. Maar ja, we hadden zeg maar 1 dag. Toen waren we echt de hele dag op zee. Dus dan kan je hier gewoon alles doen wat je wil. Ja. Toen hebben we dus dat klimmen gedaan, gezwommen hebben we gedaan. Nog veel meer, maar ik weet niet. Ja, kijk, dit is ook idioot hè. Op een boot, dames en heren. Ja, we hebben echt aan alles gedacht. Ja. Kijk, hier heb je dus een beetje de discotheek voor de jongeren. Wel weer een beetje rond de 16 jaar. Kijk, het is nu nog heel rustig, want het is nog niet... Maar goed, het is een beetje onder die koepel dus. Dat tv-scherm komt een best wel groot feest. Dat is gewoon voor ouderen. En dan daarna kunnen de jongeren hier nog naartoe gaan. Dat ja. Ja, dat is wel leuk bedacht. Er is nu een show gaan, dus we kunnen niet het theater filmen. Excursies kan je zelfs boeken. Je hebt een restaurantje kan je heen. Ja, je kan zeg maar je pas, zeg maar hier ophouden. Ja. En dan is het welkom Bas en Wendy. Dit is de Sky Lounge. En dit is echt... Ja, ja, ja. Ah, dit is toch prachtig hier, oh, moet je kijken. Dit is gewoon het uitzicht, dames en heren. Ah, het is bizar dat dit allemaal op een boot kan. Ja, het heeft 19 verdiepingen, geloof ik. Alleen wij zijn tot de ontdekking gekomen. Je hebt natuurlijk, nou hier ook, kan je het zien. Er is geen verdieping 17. Nee, wij denken dus dat dat voor de kapitein is. Voor de kapitein. Even kijken hoor, dan moeten we even 1 verdieping lager. Want daar hebben we iets heel bijzonders. Ja jongens, daar ben ik. En daar is Wendy. Zo interessant hoor, spiegel hebben ze thuis ook. Ja, dat is waar. Jullie hebben ook thuis spiegels, maar hier zijn ze altijd schoon. Kijk, nu komen we, dat gaan we straks laten zien, sportplex. Oh, maar nu komen we in de gym en uiteraard is deze gesloten. Ik zal wel even wat laten zien. Het is niet heel groot, maar je kan doen wat je nodig hebt. Daarom. Het is prima. Hier hebben wij Call of Duty gespeeld, soort van. Kijk, deze mensen zijn nu aan het doen. Ja, dat is echt super dik. Alleen je moet overal voor alles betalen. Dus kijk, dit kost bijvoorbeeld €1,50. Dus ja, alles kost... Je betaalt steeds met je pasje. Ja, ja. Er wordt alles op geregistreerd, zeg maar. Troopjes en gewoon alles. En aan het eind van de koers dan betaal je het. Ja, kijk dan, best wel dik allemaal. Gewoon een hele gamehall, weet je wel. Normaal ga je daarvoor naar Almere of zo, naar zo'n gamehall. Hier is het gewoon allemaal op dezelfde boot. Dat is echt bizar. Heel vet is, nou vertel het maar. Wat? Wat moet ik vertellen? Oh, de bowlingbaan. Ja, de bowlingbaan. Kijk dan. Hier, je hebt gewoon een hele... Alleen... Moet je strijk? Oh, dat kon al niet meer. Dat was al bij de sperma. Wij denken dus dat het echt heel lastig is omdat die boot het beweegt. Oh ja, inderdaad. Dat hij gewoon in de greppel komt. Maar goed, het gaat om de leuk. Ja, daarom. Nou, wat je dus ook hebt, een VR-room. Ja, heel goed. Kijk dan, deze, je ziet dit nu op het scherm. Dit is dan Assassin's Creed. Kijk, en dit is wat je doet. Met een VR-bril en alles. Ah, het is echt VR-meest. Met Assassin's Creed. Dat is ook leuk. Kan je Formule 1 racen, dit hebben wij nog niet gedaan, maar kijk dan. Bizar, hè? Ja. Ik zeg zo vaak het woord bizar, maar dat is gewoon, bizar. Dat is gewoon de hele omschrijving van deze film. Oh ja, huh? Oh, dit is die XD-ding. Oh, dat wist ik. Kijk, je hebt dus een XD Interactive Cinema. Oh, dit gaan wij ook doen, joh. Kijk, dit is dus het zwembad hier buiten. Nou, dit is echt ijskoud. Ja. Kijk, dit doet die boot de hele tijd. Ja. Dit is echt bizar. Kijk, nu kan ik even hier staan. Nee, dit is echt ijskoud gewoon. Ja, nee, klopt. Ja, dus hier kan je ook nog lekker chillen overdag en zo. En dan heb je hier zo'n space-scherm en dus in de overdag allemaal ook leuke dingen alsof je op een strand zit, zeg maar. Dit is een beetje in het midden van het schip. Daar zaten we net in die Sky Lounge. Maar dan gaan we door naar het binnenzwembad. En dat is... De Safari Pool. De Safari Pool. Waarom is dat nog niet leeggehaald, joh? Bijvoorbeeld Safari Pool staat en dat het ook echt safari is aangekleed. Ja. Kijk dat je hier... Ja, het lijkt een beetje op, doet een beetje denken aan Centerparks. Die hebben dat ook allemaal. Ja, maar het komt ook weer. Kijk hier, moet je kijken hoe het tekeert gaat allemaal. Ja. Nou, normaal gesproken komt er ook allemaal water vanaf. Ja, ook zo'n fontein, heel mooi. Kijk, dit, hey, deze staan ook nog gewoon aan, hè? Huh? Hé, ze staan ook aan het bubbelen. Hopelijk blijft het de hele nacht, dan gaan we lekker in de nacht zwemmen, schat. Dat doen we daar, gewoon net. Ja, hier kan je dus pingpongen. Dat is ook leuk, een beetje spelletjes doen, kijk, tafelvoetbal en zo. En? Kijk hier, met als uitzicht op het water. Dat is wel heel leuk. Yes. Staat ook gewoon nog aan. Heel chill. Dan gaan we nu door naar het casino. Oké, we zijn even overgegaan op de telefoon, want de camera is leeg. Shout-out naar Bas voor het opladen. Thanks to Bas. Ja. Nou, we gaan nu door dus naar de casino. Het casino. Oh, die stoel vind ik ook mooi. Oh, kijk, ja. Het is heel klein detail, maar ik vind het gewoon een mooie stoel. Ja, kijk, deze stoel is het over. Met flesjes. Heel dik. Kijk, hier ben je ook weer in de lobby. Heel erg nice. Dan de Grand Final. Daar komt hij, dames en heren. Dit is het laatste wat we nog niet hebben laten zien. En dat is het casino. Ja, hier zijn we nog niet geweest. Althans, hier hebben we nog niks. Daar hebben jullie nog niet mee meegebracht. Nee, inderdaad. Ik weet echt niet of je hier wel mag filmen in een casino. Nou ja, dat horen we vanzelf, denk ik. Kijk, hij doet het weer even, deze camera. We zijn dus nu in het casino. Nou, echt vet hoor. Dat is volgens mij roulette. Oh nee, dat bedoel ik. Dat zei ik al, hè. Je mag niet filmen. Ik zit het zo net te vertellen, je mag niet filmen. Nou jongens, ik film het snel. Ja, je mag nooit filmen in het casino. No one will ever know. Ja, goed hè. Het gaat om het idee. Casino, ja, het is wel leuk. Wij hebben het eigenlijk nog niet gedaan, dus we denken het vanavond te gaan doen. Want ja, we willen natuurlijk wel alles gedaan hebben. Maar je bent zo'n hele dag in een stad, dus daar gaat vooral je aandacht naartoe. Zo, het is inmiddels de volgende dag en dit is onze hut. Ja, het is voor de rest niet heel erg groot. Alleen prima om lekker te slapen, want je bent toch eigenlijk niet heel veel in je hut. Dus, nou, het is super chill. Lekker televisietje, moet er alleen uit. Ja, ze hebben al aan de deur geklopt, dus hè. Dit is de badkamer, met een douche, ook niet echt heel groot, maar dat, ja, zeker weten, voor een week is het echt heel erg goed te doen. Dus ja, dit is onze hut. Kijk, hut nummer 1300, eigenlijk 13.100 natuurlijk. Hier sliepen we, super chill. Zo, dit was de boottour. Ja, helaas wel. Het zit erop. We gaan weer naar huis. Het was echt een super leuke boot. Nou, we hebben heel erg genoten, de hele week lang. Ja. We zijn hele leuke plaatsjes geweest en allemaal. We gaan nog naar Rome, niet vergeten. Ja, we gaan vandaag nog lekker in Rome chillen, dus dat is super nice. Maar de boot zeggen we vaarwel. Dus hier eindigt ook de boottour video. Ja. Dus we bedanken jullie allemaal voor het kijken. Super leuk dat jullie helemaal... Dus we bedanken jullie heel erg voor het kijken. Super leuk dat jullie... Doe even opnieuw, ik krap aan mijn gezicht. Dus bedankt voor het kijken. We eindigen hier bij de vlog en we hopen dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet zeker niet even een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet zeker ook niet even te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie gewoon weer bij een nieuwe video. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden met mijn vriendin. Oh, ik zweer al. Ja, mag toch gewoon. En dan zien jullie de volgende keer weer. Ik zeg ciao en... Ciao, ciao. En die zegt... Salut. Later. Wee.